Ik heb heel kort tijd gehad om dit advies voor te bereiden, maar het was daarom ook goed te doen, omdat ik veel steun van u allen heb gekregen. Bijvoorbeeld bij de vraag, waar loopt u in uw regio, in uw stad nou tegenaan bij het implementeren van deze mooie idee dat we meer en steviger gaan investeren in Europa? Het is verschrikkelijk nodig, ik heb het straks in een eerdere interventie ook al gezegd, omdat we weten dat echte groei en nieuwe banen afhankelijk zullen zijn van investeringen. Onze investeringsniveaus, dames en heren, liggen nog van voor de crisis onder het niveau wat bijvoorbeeld intussen de Verenigde Staten van Amerika al lang hebben ingehaald. Dat heeft iets te maken met de spirit die ook in het plan van de Europese Commissie, plan Juncker, is erkend. Namelijk dat het niet alleen gaat om het beschikbaar maken van goede hoeveelheden geld, maar het organiseren van goede ideeën. En dat nu lijkt moeilijker te zijn dan velen misschien vooraf dachten. En dat komt ook omdat we het af en toe heel erg ingewikkeld hebben gemaakt met elkaar. Er zijn heel veel kwesties, bijvoorbeeld ook daar waar het gaat om twee belangrijke punten in dit rapport. De grensoverschrijdende dynamiek. Het is erg moeilijk gebleken om projecten te doen waar twee lidstaten bij betrokken zijn. Dat heeft iets te maken met de complexiteit van de regulering. En we moeten daar echt hard aan werken en daar maakt dit rapport een groot aandachtspunt van. Het is wat vroeg om EFSI te evalueren, maar de eerste ervaringen wijzen erop dat dat nog steeds niet goed gaat. Een tweede punt, wat voor mij en u ook belangrijk is, heb ik begrepen, ook door de amendementen, waarvoor dank, dat we ons zorgen maken over wat als idee heel goed was geformuleerd in de originele plannen. Namelijk dat EFSI een investeringslogica kent die goed te blenden is, in samenhang in te zetten is met de structuurfondsen, dat ook dat in de praktijk nog heel moeilijk blijkt. De intenties zijn er. Er zijn ook goede voorbeelden intussen waarbij expertise en advies in platforms wordt georganiseerd, waardoor mensen bij elkaar komen en in een intelligente combinatie van grants, subsidies uit de structuurmiddelen en investeringsmiddelen door private en publieke partijen bij elkaar komen. Maar het is nog steeds wel heel erg ingewikkeld. En het zijn twee van dit soort punten die in het rapport veel aandacht krijgen. We hebben veel contacten kunnen hebben met het parlement, met de commissie, met de Europese Investeringsbank, met andere partijen die betrokken zijn bij de financiering. En wij denken dat het belangrijk is dat het comité van de regio's zich op dit punt stevig laat horen. Want zoals gezegd, we vinden het een goed idee, meer investeren. We delen de ambities van de commissie op dat punt volledig. Maar we hebben wel een aantal aandachtspunten en zorgen. En ik denk dat het goed is dat we dit rapport hebben kunnen gebruiken om die indrukwekkend onder de aandacht te brengen van degenen die er straks mee verder moeten. Het parlement heeft ons al gevraagd om betrokken te zijn bij de trialoog, bij de discussies die nog gaan. Maar ik denk dat we een behoorlijke consensus zouden moeten kunnen bereiken. Ook omdat ik denk als rapporteur een aantal van uw amendementen heb kunnen verwerken in rapporteursamendementen die de zorg en aandachtspunten die, ik noem bijvoorbeeld collega Boer, madame Bodineau, hebben aangebracht dat die een plek hebben gekregen, zodat we een zo goed mogelijk en consistent betoog richting de commissie kunnen geven. Dat is extra van belang, omdat het hier natuurlijk gaat om amendementen op regelgeving. Dus we moeten heel goed opletten dat we precies zijn en dat we dat heel goed onder de aandacht brengen. Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik denk dat de teksten op zich duidelijk zijn. En in de COTER-commissie hebben we vorige week al uitvoerig van gedachten kunnen wisselen. Misschien een aandachtspunt nog dat we marktfalen natuurlijk in Europa veel tegenkomen. Dat we daarom extra ons best moeten doen om de investeringen los te krijgen. Structuurfondsen blijven daar buitengewoon wezenlijk. Maar we hebben ook, en dat is in het amendement hier en daar, het rapporteursamendement nog eens extra onderlijnd, we hebben ook overheidsfalen, wij falen. Als het gaat om grensoverschrijdende projecten bijvoorbeeld, vind ik het echt jammer om te zien hoe weinig van dat soort projecten er echt tot stand komen. En het is echt een stevig aandachtspunt voor de volgende fase. EFSI 2.0 moet een aantal punten echt veel beter doen dan EFSI 1.0. Ik heb er vertrouwen in dat dat zou lukken. We hebben ook aandacht gevraagd, en daar sluit ik mee af, voor het feit dat dat weliswaar nu vroeg is, maar er is een aantal evaluaties en een aantal van u heeft die ook expliciet genoemd van Ernst & Young, van de commissie, de Europese Rekenkamer, zei het dat dat rapport niet alleen ziet op EFSI, maar in den brede het financieel instrumentarium van de commissie heeft bekeken, dus dat heeft voor een deel betrekking op dit instrument. En ook een heel belangrijke evaluatie is door de onafhankelijke auditors van, de Europese Investeringsbank zelf gedaan. We hebben veel van die inzichten kunnen gebruiken, maar eerlijk is eerlijk, veel van de inzichten die u als leden van het comité mij gegeven heeft uit de praktijk waar u in de steden, waar wij in de steden in onze regio's tegenaan lopen,
kwamen eigenlijk behoorlijk overeen met wat in die onafhankelijke evaluaties naar voren is gekomen. Ik wil de medewerkers naast mij, Job van Unnik en Marek en ook Grigor, nog bedanken voor de enorme steun bij het harde werken dat nodig was. We hadden maar een hele korte tijd, maar ik hoop dat we vandaag een goed rapport kunnen aannemen, dankzij ook uw inbreng, zodat we de commissie scherp op koers kunnen houden. En tot slot dit, we hebben inderdaad gezegd, we gaan akkoord. Het is goed dat dit verlengd wordt, maar commissie let nog op twee dingen. Er moet goed geëvalueerd worden over een aantal jaar om echt goed te kunnen kijken of dit nu inderdaad leidt tot meer groei en banen. En mogen wij dan indringend bij uw aandacht aanbevelen dat de Europese Investeringsbank de effecten van die investeringen nu alleen maar op het niveau van de natiestaten in beeld brengt. Beetje technisch, maar statistisch gezien is het belangrijk dat ook op het niveau van regio's en steden zelf, nut 2 voor een technische benadering die misschien bij sommigen van u onderkend is, dat we als het ware de systematiek van monitoring en evaluatie echt moeten verbeteren om straks echt duidelijkheid te kunnen hebben over de vraag of de beloftes die gedaan zijn aan het begin van deze periode ook voor EFSI 2.0 ten volle zullen uitkomen. Meneer de voorzitter, daar wil ik het in deze fase bij laten en laten we hopen dat we het hierover goed eens kunnen worden, want ik denk dat het belangrijk is om de commissie scherp te houden. Dank u wel.